Tussen Rijn en Wiericke. Een talkshow over lokale onderwerpen die ook u raken. Uw gastheer Henry Stolwijk. Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wiericke. Vandaag aan tafel Leo Dijkmans. Welkom. De grote man achter Semper Avanti. Nou, welkom. Ja, dank je. Hoe lang bent u al voorzitter van die club? Inmiddels 15 jaar. Ja, volgens mij bent u ook de enige voorzitter. Nu nog wel, ja. Ja, nee, maar ik bedoel in die zin dat u al eigenlijk bent u het hele gezicht van die vereniging geworden. Ja, zo langzamerhand wel. Op een gegeven moment bemoeit je eigenlijk zoveel met andere dingen. Noem dat bemoeien. Bemoeien. Ja. En je hebt zoveel contacten dat je op een gegeven moment wel gedwongen wordt eigenlijk om dat voorzitterschap een klein beetje naar je toe te trekken. Dat is het dus eigenlijk, naar je toe trekken. Je moet het doen. Je moet het doen. Omdat je hebt andere mensen nodig in het bestuur. Ja. Gelukkig wel, want je kan alles niet alleen. Alleen het besturen van een vereniging, een hele hoop mensen zeggen, ja, dit kost te veel tijd. Maar als je het een beetje goed wordt ook steeds lastiger. Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden daarvoor. En dat is wel jammer. Want hoeveel vrijwilligers heeft u? We hebben in binnenbestuur 3 bestuursleden in zijn totaliteit. En met vrijwilligers erbij, want je gaat dus mensen vragen voor de koffie, voor de handelsspandiensten. Zie je toch aan een gauw 10, 15 vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En was dat pakweg 5 jaar geleden makkelijker dan nu? Of? 5 jaar geleden was het iets makkelijker, omdat je vereniging dan ook iets kleiner was. En je had een iets groter bestuur, waardoor je dus meer armslag kreeg. En waarom heeft u dan nog maar 3 bestuursleden? Dat heeft te maken met het feit dus dat in 2006 de vereniging veranderd is. Van de harmonievereniging zijn we naar een opsplitsing gegaan binnen andere groepen. Waardoor ook het bestuur wat toen er was eigenlijk niet meer gekomen is. En we een andere bestuur moesten volgen. Dat is een heel moeilijke zin, maar u kunt het met minder mensen doen. Met minder mensen kan maar misschien is het wel even handig. Hoe groot is Semper Avanti eigenlijk? Nu met, even kijken hoor, in totaliteit denk ik een 120 leden. 120? Ja. En zijn dat vooral bodegravers of trekt er ook mensen uit de Reewijk, Waarden, de Riebrug? Hoogzakelijk bodegravers, maar sinds het popcorn hebben en sinds ook de gemeentelijke hervorming geweest zijn. Hervorming, dat is een mooi woord. Daar zijn de politici ook blij mee. Ja, krijgen we ook gelukkig mensen uit andere delen. De Nieuwebrug zit er ook bij, Reewijk zit er ook bij. Ja. Ja, dat is wel fijn. Is er een vergelijkbare vereniging in onze hervormde gemeente. Je hebt dus een binnen het koorgebied dus wel, want we hebben dus ook een popkoor. Dus binnen het koorgebied heb je Prominse Voices, je hebt Bodegraafs Vokaal. In Reewijk heb je ook een popkoor zitten. Maar in totaliteit dus de vereniging, dus met Big Band, Houtensemble en jeugdpopkoor erbij, dat dus niet. Nee, dan bent u uniek. Daar zijn we uniek in. Ja. Zit er nog groei in het ledental? Ja, gelukkig wel. We zijn dus pas weer begonnen met een jeugdpopkoor. Ja, dat nou, inmiddels zijn we daar weer 10 leden, kleine leden hebben we erbij. Een kleine leden, kleine, dat bedoel je, jeugd. Ja, jeugd erbij, dus dat is wel leuk. En we hopen dus dat het toch wel doorgaat. Moet u veel doen om de jeugd geïnteresseerd te houden in dit soort activiteiten? Ja, daar moet ze heel veel voor doen. En vooral omdat de jeugd zoveel dingen om zich heen heeft. Niet alleen popcorn, maar ook voetballen, hockey. Ze gaan van alles doen. En elke avond zijn ze wel bezig. En dat is vaak een belemmering. Computer is ook wel belangrijk. Computer is heel belangrijk, ook voor de ontwikkeling van zo iemand. Ook nog. Dat ook. Maar daardoor hebben ze dus minder tijd om een muziek eigenlijk te gaan doen. Terwijl muziek eigenlijk toch een oorsprong is, denk ik, een deel van je opvoeding zou moeten zijn. Moet ik zo zeggen. Ja, bij u geldt dat zeker. Hoewel u zelf geen instrument bespeelt, meen ik mij te herinneren. Ja, ik speel diverse instrumenten. Toch? Alleen niet dusdanig dat ik mee naar voren kan komen. Nee, oké. Okay. Nou, zo bespeel ik ze ook. Ik heb geen tijd om te oefenen. Nee. Hoeveel geld gaat er om in de vereniging? Het moet rekenen met een begroting ongeveer tussen de 30.000 en de 40.000 euro. En in dat soort begrotingen spelen subsidies een belangrijke rol? Ja, we zijn nog steeds blij met de subsidie van de gemeente. Ja. En daarnaast hebben we een sinaasappelactie bijvoorbeeld. Dus dat mensen sinaasappels kunnen kopen en dat levert dus geld op. Ja. U moet veel doen om geld binnen te halen? Veel doen om geld binnen te halen, ja. Sponsoren? Staan die te dringen? Niet te dringen, want de economische situatie is dus zo dat dat ook een klein beetje afgelopen is. Maar nog steeds zijn er mensen die ons steunen. Ja, we hebben een vriendenclub binnen onze vereniging en die steunen daar ons ook. Ja, dat betekent dat u de contributies redelijk laag kunt houden? Nog wel, ja, nog wel. Nog wel, maar dat klinkt bijna somber. Haast. Nog niet helemaal. We zijn dus wel bezig om te kijken of we nog meer grotere sponsors binnen kunnen krijgen. Waardoor we dus de contributie gelijk kunnen houden. We zitten nu met een popcorn bijvoorbeeld op 110 euro per jaar. Nou, dat valt nog wel mee. Ja? Ja, vind ik wel. Tientje per maand, Tientje per maand. Dan kunnen ze toch elke week komen zingen. Dat is wel fijn. Ja.
En u zegt, maar als dat omhoog gaat, dat is een manier om meer geld binnen te halen. Dat is een manier om meer geld binnen te halen. Gaan leden dan weg, denkt u? Ik denk het niet. Nee. Het moet niet een 20% omhoog gaan. Ik denk dat je dan moet denken aan een 10 euro per jaar of erbij. Ja, een euro per maand ja, of zo. Euro per maand erbij. Ja. Ja, ja. En dat zijn wel stappen die u zult moeten gaan zetten. Die want subsidies worden afgebouwd. Ja, die moeten we gaan zetten. Ja. Ja. Want op die begroting van nu, welk deel komt uit de subsidies? Komt toch een 15% uit subsidie. Zeker. Ja. En waar gaat dat naartoe, denkt u? Heeft u al gehoord dat dat minder wordt? Er is in ieder geval een brief van de gemeente geweest dat ze de subsidieaanpak anders gaat worden, ja. Ja, maar dat zegt nog helemaal niks over bedragen. Dat zegt nog niks over bedragen. Maar u bent somber, wat dat betreft. Wat dat betreft wel, ja. Ja. U staat bekend in dit dorp als een man van ideeën en initiatieven. Staan er nog nieuwe zaken op stapel voor het koor? Voor het koor gaan we in ieder geval 2 juni hebben een uitvoering samen met Stage Act. Dus ja. Een optreden in het Evershuis. Steeds Act is een lokaal in Bodegraven bekende band. Ja, is een heren uit de jaren 60 en 70. Een oude rockband eigenlijk. Ja, en, ja. Dus we zijn wel blij dat we daarmee een concert kunnen doen. Die zijn dus bekend om de Koninginnedag, dat ze heel veel optreden. Ja, ja leuk. Spannend. En wat moeten we dan verwachten? Ja. We gaan nummers doen van Ray Davis en The Kings. Dat in ieder geval wel. Dat is heel mooi. En dat zijn leuke oude nummers. Ja, binnen die Steeds Act zitten ook een paar echte Kings fans. Ja, vandaar dus dit nummer. Ja. Ze hebben pas een cd uitgebracht waarop dit nummer dus staat. Heel mooi. En van die cd gaan we dus wat nummers zingen en samen doen. Maar in uw popcore zitten mensen die muziek niet uit eigen beleving nog kennen. Of zie ik dat fout? Er zitten wat jongere mensen op. Er zitten jongere mensen bij, maar hoofdzakelijk in de popcore zitten dus dames. Want ze zijn allemaal dames. Ja. Met 1 mannelijke dirigent, dus dat is wel leuk. Voor hem heel leuk. Voor hem heel leuk. Ja. Hoewel. Hoewel. Ja. Dames bij elkaar valt ook altijd niet mee. Nee. Maar dat zijn dames zo tussen de 40 en de 50, 55 jaar. En die kennen de Kings nog wel. Ja, die kennen dat nog wel. Maar goed, dat gaat dan een concert worden in het Evershuis, neem ik aan. Want dat is uw thuisbasis, hè? Voor heel veel zaken. Ja, voor alles eigenlijk doen we in het Evershuis. Repetities, concerten vaak. Maar daarbuiten zijn we ook wel blij dat we andere concerten ergens anders kunnen geven. Wierkenschans hebben we wel eens concerten gedaan. Wel eens, maar gaat dat nog gebeuren binnenkort? Dat hopen we wel. Ja, we gaan waarschijnlijk 6 mei een concert geven op de Wierkenschans. En dat waarschijnlijk? En dat is, waar hangt dat vanaf? Hangt af van de groep die het organiseert. Of ze genoeg muzikanten bij elkaar kunnen krijgen, andere muzikanten, om dus een hele dag eigenlijk voor te brengen. Want daar moet een soort muziekmanifestatie plaatsen. Ja, we willen gaan proberen er een muziekmanifestatie van te maken. Een hele dag eigenlijk in Wierikschans. Leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. En ik heb net met mevrouw Visser gesproken, Lisette Visser. En dat is het gemeenteraadslid. Dat is gemeenteraadslid van, ook niet van Reewijk. Nee, Bodegraven van Reewijk. Maar ze komt uit Reewijk. Ja, daarom. Ja. En die heeft ook plannen om dus waarschijnlijk in midzomeravond zoiets te gaan organiseren. Dat is rond 21 juni waarschijnlijk. 21 juni, denk ik wel, ja. Ja, dat is meestal, hè. Ja. En nou, dat vinden we zelf ook als popcorn leuk. Maar ook als Sempravanti in zijn totaliteit. Want dan kunnen we ook andere dingen van Sempravanti laten zien. Ja. Ja. Dus onder andere een big band optreden. Want mensen die lid zijn, die willen heel graag ook optreden, neem ik aan. Iedereen wil heel graag optreden, want je doet het niet voor niks elke week repeteren. Nee. Dus moet je eigenlijk wat tegenover zetten. Dus dat is wel leuk. Nou, we komen kijken. Graag. Tijd is voorbij, meneer Dijkmans. Zo gaat dat. Hartelijk dank. En ik denk dat we u nog wel eens terugzien hier in dit programma. Oké. Hartelijk dank. U bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Wie zijn er de volgende keer te gast in tussen Rijn en Wierike? Neemt u de uitnodiging aan en zit u binnenkort bij ons aan tafel? U ziet het allemaal in een volgende aflevering van Tussen Rijn en Wierike bij TV Bodegraven.